Met de aanname van het appartementsrecht kunnen wij als land er niet alleen voor zorgen dat er meer groen komt in ons binnenstad, maar dat ook onze grond efficiënt wordt benut. Joël Terschouw, CEO Terschouw Vastgoed NV, haalde gisteren bij de opening van het Terschouw Vastgoed Grondcongres aan dat het appartementsrecht vele voordelen zal hebben voor maatschappelijke en civiele vraagstukken. Met deze wet zal er niet alleen gewerkt worden aan de infrastructuur van ons land, maar vooral ook aan de woningnood. De vraag naar woningen zijn groot, vooral in Paramaribo. En dat betekent dat er dus vele stukken land, vele hectares, uiteindelijk nu ontbost worden. Want er moeten huizen komen. Op het moment dat je appartementen gaat bouwen, heb je aanzienlijk minder grond nodig. Dus je gaat ook minder bossen hoeven te kappen. En omdat je minder grond nodig hebt, ja, kun je onder andere meren maken. Die kunnen functioneren als waterberging. Je kunt parken maken waar je kunt wandelen. Maar je kunt eventueel een tweede universiteit of een school openen. Want je houdt gewoon uiteindelijk veel meer vierkante meters over. De volgende slide. Occupatie niet meer nodig. We kennen het, het is recent. Op Geiersvliet zijn een aantal mensen die op dit moment hopelijk niet meer daar zo zijn. Maar iedereen is op zoek naar een stukje grond, een stukje land. Men wil een dak boven het hoofd hebben. Nou, dat hoeft niet altijd te zijn in een stukje grond, maar die woontorens. Het is absoluut een oplossing voor deze doelgroep. Het doel van dit congres is om de bewustwording en urgentie van het appartementsrecht te vergroten, ten einde de aanname van de wet op het appartementsrecht te bespoedigen. Het congres duurt 3 dagen en wordt morgen afgesloten. De focus wordt gelegd op het hoofdthema, het appartementsrecht.